Nou ja, ik was vrij laat teruggekomen naar Nederland, eind juli pas. Toen was mijn competitie afgelopen in Polen. En kreeg ik eigenlijk dezelfde week dat ik terug was een belletje van Quick Boys. Ben ik op gesprek gegaan, dat beviel goed. En eigenlijk direct een keuze gemaakt om daar te gaan spelen. Ik wilde weer graag in Nederland spelen. En tot nu toe bevalt het wel. Ricky van Haren, middenvelder van Quick Boys. Jullie verliezen hier met 2-0 van ASWH. Na 3 wedstrijden op rij geen goal tegen te hebben gehad. Hoe hard is deze tik dan? Ja, ik denk dat het gewoon hard. Ik wil niet zeggen dat het heel hard aankomt, maar ik denk dat het niet goed was vandaag. Waarom niet? Ja, als je het veldspel ziet en de mogelijkheden, kansen die we krijgen. Nou, jullie hebben de bal veel, zeker niet 2 jaar, maar tot aan de 16, hè? Het is niet dat we heel veel gecreëerd hebben, maar de kansen die we gehad hebben, die moet je dan gewoon afmaken. En dat doen zij wel en vandaar dat we de wedstrijd verliezen vandaag. Wat is jouw rol in dat geheel? Want het valt mij op, je wordt eigenlijk zo'n beetje in ieder aanvalsopzet wel gezocht en ook wel gevonden. En wat moet er daarna bij jou gebeuren? Ja, ik moet de mensen aan het werk zetten voorin en tot kansen laten komen. En vandaag wat kleine mogelijkheden gehad daartoe. En, ja, zonder dat we die goal niet weten te maken. Ja, dus verlies je hier. Hoe bevalt het je eigenlijk bij Quick Boys? Ja, bevalt wel goed. Ja? Ik denk dat we een goede start hebben. Dinsdag dan nog een bekerwedstrijd. Hopen we de volgende ronde te bereiken. Maar met al bevalt het wel. Ja, wat ik heb op de radio vanmiddag gezegd, en het is nu niet omdat je hier nu staat, maar waarom, als je zoals vandaag zie en ook tegen IJsselmeervogels afgelopen zaterdag was je goed, waarvoor zou jij dan niet niveau eerste divisie, om maar wat te noemen, nog aankunnen? Wil je dat niet meer zijn er geen clubs geweest? Nou ja, ik was vrij laat teruggekomen naar Nederland, eind juli pas. Toen was mijn competitie afgelopen in Polen. En kreeg ik eigenlijk dezelfde week dat ik terug was een belletje van Quick Boys. Ben ik op gesprek gegaan, dat beviel goed. En eigenlijk direct een keuze gemaakt om daar te gaan spelen. Ik wilde weer graag in Nederland spelen. En tot nu toe bevalt het wel. Wat kan een club als Quick Boys jou dan misschien wel net zoveel bieden? Ook financieel, wat een eerste divisieclub ook kan bieden? Of misschien nog wel meer, Ricky? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ze bovenin de eerste divisie nog wel goed betalen. Maar als je de rest, de middenmoot en onderin kijkt, ik denk dat dat een beetje vergelijkbaar is. Dus ja, dan is dit vind ik leuker. Nu zeker als we bovenin meedraaien. En ik heb wat meer tijd. Want je doet er niks bij, behalve voetballen voor Quick Boys? Nog niet. Maar, wel van plan? Ik had gekeken om mijn trainingsdiploma te gaan halen, alleen dat kan pas vanaf volgend jaar zomer. Dus dat is nog een lange tijd. En ik ben nu gewoon even aan het kijken wat ik ernaast wil gaan doen. Ja, en ondertussen wel gewoon je stempel drukken bij Quick Boys. Het was mooi om die oude Feyenoord en die oude ADO-speler toch wel weer een beetje op een niveau te zien zoals ik dat ook wel eens in de Kuip heb gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is wel de bedoeling, dat we nog een aardig niveau kunnen neerzetten. En ik denk dat het vorige week, of laat maar zeggen de laatste weken, wel steeds beter gaat. Het is alleen jammer dat het resultaat vandaag niet mee zat.